Welkom bij het muziekuurtje voor de maand februari. In het muziekuurtje laten we u horen hoe de apostolische muziekcultuur in de laatste 100 jaar is ontwikkeld. Deze maand is het thema in vreugde en verdriet. De apostolische gemeenschap heeft zich altijd gekenmerkt door grote betrokkenheid bij elkaars vreugde en verdriet. Maar de wijze waarop dit werd beleefd is in de loop van de tijd veranderd. En dat zullen we laten horen in de liederen. 100 jaar geleden vond je vreugde omdat je apostolisch was en in de gemeenschap God ontmoette. Dit blijkt uit het lied Hoe zalig is het mij hier te zijn, dat door Wim Westerveld in de liederencyclus is getoondzet. En uit het lied uit de bundel van 1933, Laat de danktoon vrolijk schallen. Thank you.
tijd werd aan het verdriet weinig aandacht geschonken. Het ging vooral om de troost. De troost die je als Godskind kreeg. U hoort, de trooster is nabij en wat zoete troost daalt neer. Wat later werd gewijzigd in wat zoete troost wacht ons. Thank you.
Verdriet en troost komen prachtig tot uiting in het lied Abide With Me. Oudere liederen werden later vaak door het bejaardenkoor gezongen, zoals het lied Laten we met dankbaar harten. In de tweede helft van de vorige eeuw kwam de nadruk veel sterker te liggen op de apostel, die we immers als mond Gods beschouwden. De vreugde om zijn aanwezigheid en zijn arbeid kwam in vele liederen tot uiting. Bijvoorbeeld in het lied De vreugde op mijn levensweg, welke vreugde schenkt het mij? Waarmee we het programma begonnen. U hoort nu, komt, laat ons zingen en loven en prijzen en juich vrolijk, juich. Thank you.
Het meisjeskoor trok, ondanks problemen, immer moedig voorwaarts. En het kinderkoor was nog jong en vrolijk. Deze tijd was er eigenlijk geen plaats voor verdriet, want er was zoveel troost. U hoort Neen, geen bange zorg, plaats van troost en kracht en gemeenschapszin. Thank you.
vaak aan het eind van de dienst naar voren werd geroepen, zong vooral liederen van vreugde. U hoort: door geluk soms overweldigd, ik vind in u, apostel, de rust voor elke dag en er is feest in ons hart. Ben kunnen niet ons houden. Ben kunnen niet ons houden.
In deze eeuw is er in ons genootschap meer ruimte gekomen voor het verwerken van verdriet, al wordt de troost daarbij niet vergeten. Maar voor die troost wordt niet meer verwezen naar God of naar de apostel. Nee, daar zullen we zelf werk van moeten maken. U hoort de levensstormen weerstaan en wie zal ik zijn? Kinderen
zingen over het belang van aandacht. Wat is nou een druppeltje? En een lieve lach is al genoeg. Wat is nou een druppeltje? Eén oliedruppel alleen. Maar bij een stroeve piepdeur, dan merk je dat meteen. Het zit hem soms in van die kleine dingen. Dat maakt vaak al veel verschil. Ook ik kan met gemak iets aardigs zeggen, als ik het maar werkelijk wil. Wat is nou een pleistertje? Eén pleistertje alleen. Plak ik het op een wondje, dan helpt dat al meteen. Het zit hem soms in van die kleine dingen. Dat maakt vaak al veel verschil. Ook ik kan met gemak iets aardigs zeggen, als ik het maar werkelijk wil. Wat is nou een krulletje? Eén krulletje alleen. Als juf dat in mijn schrift zet, dan juich ik al meteen. Het zit hem soms in van die kleine dingen. Dat maakt vaak al veel verschil. Ook ik kan met gemak iets aardigs zeggen, als ik het maar werkelijk wil. Tegenwoordig zingen het jeugdkoor en het zangkoor nog over troost. U hoort het lied Troost van het jeugdkoor en aan de achterkant van de liefde van het zangkoor. Om de grote lente spelen, worden al.
gekomen aan het einde van dit muziekuurtje. We hebben gehoord hoe aanvankelijk er weinig ruimte was voor verdriet, omdat de troost van eerst Gods kind te zijn en later van de apostel zo groot was dat je eigenlijk geen verdriet hoefde te hebben. Gelukkig is dat veranderd en is er nu ruimte voor verdriet, hoewel de troost belangrijk blijft. Maar die troost zullen we dan zelf aan elkaar moeten geven. Ook hebben we gehoord hoe we veel liederen aandacht gaven aan de vreugde van ons apostolisch zijn. Maar dat zulke liederen op het ogenblik bijna niet meer gezongen worden. We danken de videobeelden aan Rob Buitenkamp. De techniek was weer in handen van Klaus de Bes. En samenstelling en presentatie van Rob Tijdeman. We eindigen dit uurtje met Gods liefdestegenwoordigheid bewijzen. Ik dank u voor uw aandacht.